All over the Two Seas region, cross-border cooperation projects have led to carbon savings. Let's start our virtual voyage and have a look at some remarkable examples. Bon voyage! Ik ben Floor Baan, ik werk bij de gemeente Hellevoetsluis als duurzaamheidsadviseur en ik hou me vooral bezig met de energietransitie. Nou, wij als gemeente Hellevoetsluis hebben deelgenomen aan het PEX-project omdat het heel goed aansluit bij de doelstellingen die we zelf hebben geformuleerd in onze routekaart Duurzaam Voorne Putten 2040. Samen met de buurgemeente Brielen, Westvoorne en Issewaard hebben we doelstellingen opgeschreven om in 2040 energie-neutraal te worden. Behavens hebben we specifiek uitgekozen omdat Hellevoetsluis de grootste watersportgemeente van Nederland is. Als gemeente hebben we met het PEX-project meegedaan met vooral kleine windmolens en drijvende zonnepanelen. De keuze hierop is gevallen omdat dit heel goed aansluit bij de mogelijkheden voor kleine havens en vooral watersporthavens. En omdat het toch redelijk innovatief is. Van dit project profiteren uiteraard in eerste instantie natuurlijk de watersportverenigingen. Die krijgen immers de stroom die wordt opgewekt met de drijvende zonnepanelen en de kleine windmolens. Daarnaast is het voor ons als gemeente natuurlijk ook heel zinvol. We doen ervaring op met deze innovatieve technieken. En niet alleen via vergunning aanvragen en het verlenen van die vergunningen. Maar ook met allerlei praktische zaken doen we ervaring op. Denk aan de verzekering van de drijvende panelen tegen losraken en het beschadigen van boten. Waar we bijvoorbeeld ook aan moeten denken is de veiligheid van die kleine windmolens. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat er gewoon hekken omheen moesten om de veiligheid te kunnen garanderen van onder andere kleine kinderen. En het is gewoon heel zinvol om met dit soort innovatieve technieken aan de slag te gaan om te kijken of dat we het kunnen uitrollen voor de verdere energietransitie van de hele gemeente. Ondanks dat de windmolens nu nog een beetje te duur zijn, zijn het wel heel mooie PR-middelen. Niet alleen voor de gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor watersportverenigingen of andere organisaties die deze installaties plaatsen. Al met al is het PEX-project heel zinvol geweest voor ons. We hebben er heel veel van geleerd en de impact van dit project zal vooral in de toekomst liggen. Met de verdere uitrol naar andere gebieden en ook andere organisaties. Our next visit takes us to Flanders, where we will learn how Ostend follows the AAA principles to adopt low-carbon technologies. The city encourages energy-efficient home renovations by focusing on awareness, access and adaptation. Ik ben Bart van Kamp. Ik ben directeur van een gemeentebedrijf van Stad Ostende. Onze enigste doelstelling met het gemeentebedrijf is om zo maximaal mogelijk de CO2 te reduceren in Ostende en om energiearmoede aan te pakken op ons grondgebied. Wij zijn een van de partners binnen AAA. AAA staat voor Awareness, Adoption and Access. Het is de bedoeling om de renovatiegraad bij particulieren te verhogen door een betere bewustwording van het feit dat de woning niet goed gerenoveerd is. En willen we hen aansporen om effectief over te gaan tot actie. De renovatiegraad in Vlaanderen die moet dringend de hoogte in. Niet alleen in Vlaanderen, maar vermoedelijk ook in heel Europa. Maar ook zeker in Oostende. Willen wij de Europese doelstellingen behalen, dan zal toch echt een stevig tandje mogen bijgestoken worden. Dankzij AAA hebben we goed in kaart kunnen brengen wat de drivers zijn van de burgers om te renoveren. En we hebben ook goed in kaart kunnen brengen hoe eigenlijk de volledige klantenreis eruit ziet van start van idee tot het renoveren tot en met oplevering van de werken. Een hele reeks oplossingen werden aangereikt dankzij onze Europese partners. Zo hebben we onder andere een webportal ingericht waarmee we ervaringen willen uitwisselen tussen burgers. Dus een soort platform, een web-based platform, waarbij de burgers andere burgers kunnen overtuigen en hun ervaringen kunnen achterlaten met betrekking tot energetisch. We hebben een mobiel pop-up kantoor ingericht. We hebben vastgesteld dat we niet laagdrempelig genoeg zijn. Dus we hebben eigenlijk vastgesteld dat het niet slecht zou zijn om met ons kantoor naar de burgers te gaan. Vandaar dat we eigenlijk een mobiel kantoor, een soort van container hebben ingericht, waarmee wij naar de wijken kunnen gaan en op die manier gemakkelijker in contact kunnen komen met de burgers.
We hebben slimme kamerthermostaten geplaatst. Met een slimme kamerthermostaat kunnen burgers gemakkelijker hun verwarmingsinstallatie inregelen van op afstand met de gsm. Door het feit dat het gemakkelijker is om in te regelen, gaan mensen ook gemakkelijker de installatie correct inregelen en op die manier gaat ook het verbruik zakken. Het heeft uiteraard een hele reeks van voordelen om te renoveren. Het is uiteraard in eerste instantie ook goed voor het klimaat. We halen daarmee onze klimaatdoelstellingen. Maar daarnaast is het ook veel gezonder voor de gezinnen om in een gezond binnenklimaat te kunnen vertoeven. De luchtkwaliteit, de vochtigheidsgraad enzovoort, die gaat daar toch drastisch mee verbeterd worden. Verder heb je natuurlijk een verlaging van je energiefactuur en de waarde van je woning zal zeker stijgen na die renovatie. Dus eigenlijk zijn er alleen maar winsten te boeken door uw woning doorgedreven te renoveren. Another 2C's project that strongly contributes to the EU's climate ambitions is SHINE. One of the partners is Citizens Advice 1066. This Hastings-based organization engages with vulnerable residents in deprived neighborhoods. I'm Tracy Dighton. I'm the Chief Officer at Citizens Advice 1066, and we took part in the SHINE project in Hastings. And our part of the project was about developing processes and tools to encourage the local residents living in this area to be encouraged to reduce their carbon emissions within their households. We did that in several ways. We created a website. We provided more than 500 sessions of energy advice. And what I can tell you is that simple measures for energy advice, such as shower timers, are really popular with parents and people learning about using the correct amount of water in kettles and for hot drinks and to cook their food, really cuts through with people. We work with the local authority here in Hastings to retrofit a block of flat with lots of energy efficiency measures and behavioural change advice for those residents. And the residents were on low incomes and they have many health issues. And beforehand, the flats were really cold and really expensive to run. And afterwards, the change to how people could live their lives was remarkable. People felt warm for the first time. They could have warm showers. They told us about being able to have their friends over for coffee. And working with an academic from one of the local universities, there were statistical significant changes in people's health and well-being. There have been wider benefits of the SHINE project in our region. We saw systems and processes and materials embedded here in Hastings, which we've taken out to the wider area of East Sussex and created projects to help people increase their uptake of energy efficiency measures, both for people who are living in fuel poverty and people able to pay for those measures. And we've also been training people from other parts of the UK to be able to do this as well. So from a small project here in Hastings, we've had a really significant ecological and economic impact further afield. That's it for our journey focusing on carbon savings as a result of Interact 2C's projects. We hope that these stories will also encourage you to start or to continue working across borders to make the 2C's region a carbon neutral region.